Vandaag start in Nederland een internationaal, mondiaal event over klimaatadaptatie. Alle wereldleiders die zijn daarbij aanwezig en namens Nederland Mark Rutte. En het gaat erom om te kijken wat de effecten zijn op de economie en de samenleving. Klimaatverandering is echt. En daarom ben ik zo blij dat die mondiale wereldleiders samenkomen om dit nu te bespreken en ook tot actie te komen. Het is nu zaak dat overheden, bedrijven en particulieren maatregelen gaan nemen tegen het veranderende weer van extremere hitte, langere perioden van droogte, intensieve hoosbuien met wateroverlast. Dat zijn allemaal voorbeelden waar het waterschap Amstelgooi en Vecht een onmisbare rol vervult in de aanpak van klimaatadaptatie. In perioden van droogte houden we water langer vast. Als er veel regen is, proberen we wateroverlast te voorkomen. Op sommige plekken verhogen we de dijken en we benutten onze kennis ten behoeve van initiatieven van gemeenten en particulieren en bedrijven. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Veel gebieden in Nederland zijn niet in handen van het waterschap, maar in handen van particulieren. Daar kan juist de eigenaar, ook een woningbezitter, gewoon aan de slag. Bijvoorbeeld tegels eruit.